Goedemiddag, we staan hier bij de koolzaadproef in de buurt van Würzburg. En we willen jullie even de verschillen laten zien die we denken op te merken. Dit is, zoals je kan zien, object nummer 1, herhaling 3. En wat opvalt aan dit object is dat je de grond er heel erg makkelijk doorheen ziet. Veel open plekken betekent dat het gewas wat minder dicht is. Gaan we naar object 2, de commerciële referent. Ook hier kan je heel erg makkelijk de grond door het object heen zien. Ziet er dus wat minder dicht uit. We krijgen hier object 4, de behandeling met Optima Sugar Plus. En wat ons opvalt is dat het gewoon heel erg dicht staat. Het staat vol, je kan de grond nauwelijks er doorheen zien. En hetzelfde geldt voor object 3. Ook deze is behandeld met Optima Sugar Plus. En ook hier staat het gewas dicht. Nauwelijks open plekken. Dus we lijken toch wel een reactie te zien van de Optima Sugar Plus op het gewas.